Tijdens de eindejaarsdagen worden heel wat kittens en puppy's cadeau gedaan om vaak enige tijd later alweer in het dierenasiel te belanden. Met KVO willen we tijdens deze eindejaarsperiode de aandacht vestigen op die problematiek. We trokken richting het Blauwe Kruis van de kust. Omdat de asielen eigenlijk overvol zitten met ja, prachtige dieren ook wel. Ik ga niet zeggen dat het allemaal raskatten zijn, maar al die dieren verdienen ook een tweede kans. Sommigen al een derde of een vierde kans. Ja, het is ook een manier om de kraan van boven wat toe te draaien bij de broodfok, als de mensen eerder gaan adopteren. Zelf heb ik natuurlijk ook een hondje thuis en dat diertje zie je natuurlijk super graag en dan snap ik zelf niet hoe dat je als persoon zijnde je hond, dat je zelf met je dier komt dumpen. Het is natuurlijk zo dat veel mensen dat in deze periode kopen als cadeautje en dat is een beetje jammer, want uiteindelijk moet je wel voorbereid zijn als je een huisdier in huis had. Het is veel werk, kost ook geld en ik denk dat sommige mensen daar niet echt bij stilstaan, maar uiteindelijk moet je dat doen voor het liefde dat je hebt voor dat diertje en daarom vind ik het goed dat we als ploeg zijn ook zulke activiteiten doen. Beste supporters, geniet van de eindjaarsdagen samen met de mensen rond jullie die jullie graag zien. En natuurlijk ook met de dieren. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Het zal wel zien.